Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens Mij Joey. In deze aflevering gaan we verder met de top 7 van de mooie scooters aller tijden. Naar mijn mening. En vandaag belanden we bij de nummer 1. Je raadt nooit welke het is. Elke week laten we 1 of 2 scooters zien die mijn top 7 scooters aller tijden thuis hoort. We beginnen onderaan de lijst en eindigen uiteindelijk bij de nummer 1, de scooter die ik het allermooist vind. We laten onder andere zien hoe hard de scooter gaat, wat die heeft gekost, wat het buier is, wat de volving is enzovoort. Natuurlijk kijken we hoe hard die gaat op de 100 meter en waarom hij in mijn top 7 hoort. De nummer 1, we zijn beland bij de nummer 1, de Piaggio Zip SP. En dit is er een en dit is een originele. En deze originele Zip SP is van? Donnie de Wit. Donnie de Wit. Donnie de Wit is gewoon een grote winnaar, want hij heeft als enige van Nederland nog hier nu in 2017 een spiksplinternieuwe en originele Zip SP. En daarom hebben wij hem gevraagd of hij alsjeblieft naar ons kon komen. En we moesten smeken, maar het is gelukt, hij staat er, voor een Zip SP. Hoe ben je eraan gekomen? Ik heb hem gekocht bij een winkel in Den Haag. Oké, en die had er als enigste nog eentje staan? Ja. Nieuw? Ja. Want heb je lang gezocht om deze te vinden? Heel lang. Ja? Ja. Hoe lang? Ik denk een half jaar wel. Oké, dat is wel lang man. Ja. Dat is lang, oké. En hij heeft deze dus gevonden in Den Haag, een nieuw staat. En daar word ik heel blij van. Nou goed, waarom staat deze op de nummer 1? Dan kan ik jullie uitleggen mensen. Allereerst, Zip SP. Daar staat ook zo'n exemplaartje. Dat is waar het voor mij allemaal echt begonnen is. En waar het ook echt is. Leuk is geworden voor mij, omdat dit gewoon echt een hele degelijke scooter is waar je heel goed wielen op kan leren. Kan je wielies? Nog niet. Oké, hij houdt hem standaard, dus dan rustig aan. Maar goed, dit is dus een sippenspeetje. En die staat op nummer 1, omdat dit hier ligt mijn hart. Hier staat ook mijn hart en daar staat mijn andere hart. Als ik het octopus was, had ik er 3. Maar hier staat er 1 en hier word ik wel blij van. Deze origineel SP, fucking snel, fucking getuned, fabriek af, watergekoeld, kort blok, super snel als je hem tuned. Ja. Maar deze is vet, want hij is origineel. Nou goed, we hebben de specificaties van deze brommer natuurlijk ook. Want hij is bekend, een Piaggio Zip SP'tje. Allereerst, wat is het bouwjaar van deze? 2009. Oké, maar jij hebt hem nu in Nederland pas sinds een paar. Ja, hij is geïmporteerd. Sinds 2016. Hij is gewoon 2016. 2016. Hij is 2016. Hij is ook niet 2009, dat is die. 1999 zo is dat ding man. Maar deze is 2016, toch? 2016. Ja, zie je? Oké dan, en het is een Piaggio Zip SP. En wat kun je ons vertellen over het blok? Het blok is helemaal standaard, 150cc watergekoeld. Ja? Er is helemaal niks aan gedaan, alleen de vario ring is eruit. En voor alle kijkers, Piaggio Zip SP is dus een tweetakt scooter met een watergekoeld blok, alleen een kort karter. En dat is wel heel speciaal. Meestal van Piaggio's watergekoeld is het een lang karter. Dus heb je Runner, dan heb je Energies en nog veel meer modellen. Maar deze is kort en deze wordt ook heel vaak gebruikt in de racerij. En waarom? Omdat er al zoveel standaard dingen zijn die ze verbeterd hebben. Door het ook gebruikt is voor race, zoals een borging in het achterwiel. En nog veel meer, die ga ik allemaal niet opnoemen. Want ik wist er ook maar 1. Maar dat is dus goed, weet je. Oké, dan hebben we dus het blok gehad. De voorvork. Weet je wat voorvork het is? Mono voorvork. En die gebruiken ze ook op Vespa's. Bij de Vespa is het precies dezelfde vork, alleen dan even wat andere details. Waardoor die niet in dit frame past, dat heb ik geprobeerd. Maar dat is dus een mono voorvork, is fucking netjes. De tankinhoud, dat weet je als geen ander. 7,5 liter toch? 7,5 liter, volgens mij ook. Met 1,5 liter tank reserve zogenaamd. Dan gaat gewoon een lampje branden. Het is dezelfde tank hoor, maar dat dus. Remmetjes zijn een... Schijf voor, trommel achter. Ja hè? Oké. En hoe vind je hem remmen? Ja, hij remt wel goed. Maar... Ja toch? Hij remt aardig. Aardig. Super SP ongeveer. Ja. Oké. Nou, voor dus een remschijfje. Achter heeft hij een trommelremmetje. Dat is gewoon standaard. Het is natuurlijk heel leuk als die achter ook een schijfrem zou hebben gehad. Alleen ja, dus de korte blokken hebben dat niet. De lange blokken wel. Ik wenste vroeger altijd een schijfrem, maar ja, dat heb ik nooit gehad op mijn brommers. Want het waren altijd SP's of een Peugeot Ludix omdat ik te crack was en niet genoeg geld had. Maar ja, daar zit ook een trommelrem op. Ja, sorry, dat zijn de feitjes, cameraman. Daar kan ik niks aan doen. Ik had er gewoon geen geld toen ik 16 was. Ja. Dit had ik niet. Dit was heel ver weg voor mij. Maar ja, nu staat er een en dat is niet eens zoals deze. Die is... Zelf gebouwd, deze is gewoon van de fabriek, zou alsjeblieft 16 jaar nemen maar. Ben je jaloers, ja? Oké, dat is even de klacht. Ja, ik was nog 2 dingen vergeten. Hoeveel weegt die? 93 kilo rij klaar. Oké, dus dat is gewoon richt. Maar toen straks ook die Suzuki Street, oh nee, dat is niet toen straks. In de vorige film hadden we ook Suzuki Street Magic. En die was volgens mij of hetzelfde gewicht of nog zelfs zwaarder. Ja, en dan als je zo'n relatief groot scoot ziet met ook wel een beetje breed en vet en shit. Weet je, die weegt hetzelfde. Dus dat is eigenlijk wel, nou voor deze scooter toch weer heel licht. En wat de kijkers heel leuk vinden om te weten is, wat kost die? 2600 euro maar liefst. Maar ja, dat is de allerlaatste bekende prijs gemaakt van toen deze nog leefbaar was. Want dat is nu niet meer zo. Toen waren ze 2600 euro. En toen ik
16 was. Toen waren ze nog geen 2000 euro. En dat had ik niet eens. Nee, sorry, ik maak grapje. Ja. Maar ja, inderdaad, het is wel zo. Ik had het niet. En dit was hem. En ik heb hem nu wel. Want het was gewoon een hele goede wheeliebrommer. Het is echt. We hebben het dus gebruikt voor de race, voor stunten, voor chicks achterop te nemen. Weet je, heb je al chicks achterop genomen? Ja, het past niet. Past niet, echt wel. Ja, het past net. Nou, moet je zien dat ik al bij achterop kan hoor. We kunnen met z'n drieën bij je gaan zitten. Ja, maar ik zit breed, hè? Ja, inderdaad. Ja, je bent wel een brede gast. Oké, maar dat moet nog wel gebeuren, hè? Moet nog, ja. Weet je, die is wel op maagd, hoor. Het is allemaal gebeurd. Nee, sorry. Oké, sorry, knip. Dat gaan we niet gebruiken. Sorry. Oké, dan welke details gaan we weer vertellen? Tuning! Heel belangrijk! Ja. Is hij getuned? Nee. Oké, hij is niet getuned, maar ik zie wel een getuned alarm. Ja. Wat gaat hij dan nu, zeg maar, met alleen de ringen uit? 65. Oké, 65 op de teller. Ja. Ben je nog van plan om te tunen? Nou, eigenlijk niet. Nee? Je gaat standaard beter. Ja, maar nu ook, weet je, nu in 2017, toen ik 16 was, is heel lang geleden. Zeg maar echt, al toen waren de dinosaurussen nog. Ja? Toen als je een SP'tje had, weet je, kon je inderdaad 90 rijden, dan kreeg je misschien een bekeuring. Maar dan was dat het. Maar nu krijg je gewoon gelijk een wok kop eraf. Huppakee. Nou, al het geld in leveren. Ik wil het wel, maar ik vind het zonde. Ja. Ik wil het ook. Ik heb die nu nog. Ja, hij staat er. Ik wou hem eigenlijk niet gebruiken, maar ik ga hem toch gebruiken. Ik heb ook een SP'tje, die is wel opgevoerd. Ik ga mijn kenteken er ook af laten gooien. Ik ga hem toch niet meer gebruiken op de weg. Maar dat wat je zegt, weet je, je wil het wel, alleen de risico's op de weg zijn eigenlijk gewoon te groot. Ja. En dan moet je dus eigenlijk gewoon iets hebben zonder kenteken op een plek als deze, waar je gewoon alles mee kan doen wat je wil. Oké, dit was de Super Spee. We gaan even kijken wat hij doet op de 100 meter. Ik ben benieuwd. Wat denk jij? Fucking snel? Fucking snel. Vol gas, hè? Vol gas. Oké, we gaan het testen. De nummer 1, de Piaggio Super Spee. We gaan kijken wat hij doet op de 100 meter. Maar dit is een standaard scooter, dus heel speciaal. Ik ga aftellen, we gaan kijken wat een standaard Super Spee doet op 100 meter. 3, 2, 1, ja! Daar gaat hij, vol gas, waterstof, Super Spee, 50cc, Pario Ring, begrensde uitlaat, alles erop en eraan in de riet. En dan gaat hij over de streep, hij doet 11,2 secondetjes, een standaard Super Spee. Dat is heel knap. Dat is knap. En weet je hoe dat komt? Dat ding nog helemaal geen enkele dip heeft. Er is nog niks mis mee. Het ding is geweldig. Standaard alles. Standaard als je hem opvoert. Dit was de serie met de top 7 mooie scooters uit mijn jeugd. Toen ik nog 16 was, toen waren dit al mijn droomscooters. En dit is de absolute nummer 1, de Piaggio Super Spee. Lieve jongen, heel erg bedankt voor je support en je hulp deze keer. Want dit is natuurlijk zijn scooter en hij is in een hele originele staat. Is echt uniek. We willen nog meer top 7's maken of top 5's van lekkere wijven of andere dingen. Weet je. Stuur gewoon hieronder deze video wat wij zouden moeten top 7'en voor jullie. En dan gaan wij misschien mee aan de slag. Ik dank je voor het kijken en volgende video. Blijf volgen op YouTube en Facebook. En abonneer, telling you rustig. Deze aflevering gaan wij de Vespers 150cc die ik net heb gekocht. Kijken hoe hard die gaat en of je de wielen kan. Het is letterlijk een echte, totaal dezelfde Vespa S als een 25 of een 50 km Vespa S. Maar dit is een 125. Oké, we hebben net de eerste test gedraaid. Motortje is nu warm. Yo, dat is goed.